Goedenavond kijkers, welkom bij deze gloednieuwe aflevering van het programma To The Point. We zijn live en voor degenen die de flyer hebben gezien, vandaag praten we over Monitori, de economie van Suriname, maar veel meer dat te maken heeft met de positie van Suriname in de wereld. Weet, er zijn een heleboel processen gaande, onderhandelingen, het IMF, bondholders, etc. We hebben deskundigen in de studio die ons daarover kunnen vertellen. Ik heb ze voor de uitzending gevraagd het zo simpel mogelijk te houden dat ik het begreep. Maar dat u daar thuis ook goed begrijpt waarover deze heren het hebben. Karel Eghorts, hij is chief onderhandelaar, hoofdonderhandelaar van de regering. Allerlei processen, we gaan zo meteen van hem horen waar hij allemaal niet in onderhandelt. Chandi Jetu, we hebben hem onlangs gehad nog samen met de heer Boussaid. Hij is investment banker, hij is econoom. En Stephen Debbie Persat, hij is de voorzitter van de VES. Heer, welkom in het programma To The Point. Laat mij beginnen met de heer Karel Eghorts. We hebben u vaker gezien in interviews. Hoofdonderhandelaar, er zijn andere onderhandelaars. U bent hoofd van de delegatie. Een beetje simpel uitgelegd, wat houdt die positie precies in? Hoofdonderhandelaar van de regering van Suriname. Nou, het is een vooruitgeschoven positie geweest. Omdat eigenlijk in dit soort situaties de autoriteiten de onderhandelaars zijn met het IMF en de andere internationale financiële instellingen. En deze is het de minister van Financiën. Maar ik ben gevraagd om namens hem, door hem en anderen gevraagd om de onderhandelingen te voeren vanwege de expertise die er is met betrekking tot de inner workings van deze instellingen. Ik zit er al straks 7 jaar bij beide organisaties, zowel het IMF als de Wereldbank. Dus je hebt in die afgelopen 7 jaar aardig wat gezien en geleerd van hoe de organisaties van binnen werken, van binnenuit werken. Ja, hoe moeilijk was dat om vanuit die positie waarin Suriname is, zeggen beggars are not choosers, maar natuurlijk kom je in een situatie als land om, als respectabel als je bent vanuit die organisaties, je hebt collega's die mogelijk in de wandelgangen je tegenkomen en je hebt in je achterhoofd van jongen, dan is er een misdoen, trotse Surinamer wel, het belang van Suriname. Maar je zit te onderhandelen voor een land die niet zo'n goed gezicht heeft in de wereld. Is dat een moeilijke positie geweest? Het heeft onze positie in elk geval niet bevorderd. In de zin dat er een nare nasmaak is van wat we hebben meegemaakt in 2016. Waar we ook al hebben gevraagd, toen al hadden gevraagd naar een IMF-programma. Zij het een ander soort programma, een standby arrangement. Het programma nu heet Extended Fund Facility. En het programma, zoals u weet, is aan het prille begin dat programma onderbroken geworden. Het is natuurlijk niet makkelijk op dat moment. En dat verhaal is nog steeds niet verteld. Wat je allemaal daar intern in huis moet meemaken bij zo'n afbreken van het programma. Ja. Je moet gaan verantwoorden wat er allemaal is gebeurd. En het erge ervan is dat we na 6 jaar, dat de nare nasmaak nog ligt bij een aantal afdelingen en functionarissen op hoger niveau binnen die organisatie. En dat hebben we meegemaakt de afgelopen 14 maanden bij het onderhandelen. Ja. Dat er nog Ik zoek naar een mooi Nederlands woord ervoor. Harddragendheid. Ja. Wantrouwen. maar dat wantrouwen had je. Trauma's misschien. Trauma's. Ja. Het werd niet altijd zo geuit. We hebben laatst wel, de vorige week, heeft iemand het wel gewoon in een meeting gezegd van ja, maar we weten dat jouw land. Ja. Weet je? En dan moet je dat direct gaan mitigeren van, maar zaken zijn veranderd, zaken worden anders aangepakt. Ja. En in elk geval veel geduld hebben. Ja, meneer Jetu, ik heb me laten vertellen dat ook u weet hoe dat is om aan de onderhandelingstafel te zitten namens Suriname. En als Suranaman zijnde, daar toch nog die Suranam-vraga hoog te houden. Wetende dat het gaat om een land waar wij als Surinamers zelf een punt van hebben gemaakt. Ja, het is
Zoals we in de, tijdens ons vorige interview heb ik tracht een beeld te schetsen van hoe kapot de economie is en de solvabiliteit van het land. Ik denk dat sinds onze onafhankelijkheid, als je gaat kijken naar wat er gebeurd is met de solvabiliteit, hè, dus zeg maar de economische power van Suriname, dan is dat helaas gereduceerd naar een historisch laag niveau. Vandaar dat we dus default zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is om te constateren dat er al reërs, dus achterstallige betalingen al waren in 2018. In 2019 zijn ze ook weer opgelopen. Wat Karel terecht zegt, in feite hebben we nu ook issues daarmee. Hè, dus, want het hele idee achter het IMF-programma is natuurlijk om schuld weer aanvaardbaar te maken. Maar goed, you know, we have to do it. En als je dus kijkt naar, ik wil dit nogmaals benadrukken, er is helaas kritiek en kritiek is goed. Maar als kritiek ongenuanceerd wordt, dan moet je afvragen van, we lopen echt het risico om richting een Venezuela of een Haiti te gaan. Want kijk, die landen waren ooit een keer ook eens een keer rijk. Hè, dus het is echt cruciaal dat dit oplossingsmodel, het begint te werken. Hè, want we gaan nu ook zien dat er echt wel wat gedaan gaat worden aan de armoede die er is. Er zijn aardig wat bedragen opgenomen in het programma. Maar just one step back, naar aanleiding van het antagonisme wat je hebt vanuit de IMF als organisatie. Hè. Want kijk, wat we te weinig beseffen is, kijk, IMF is de lender of last resort. Dat is een mooi woord voor als je totaal bankroet bent als land. Kom je daar dan heb je, ja, je kunt van alles proberen. Nee, kijk nu, een andere optie, en daar wil ik voor waarschuwen, is, kijk, wat kun je doen als je totaal bankroet bent? Dan gaan die aasgieren, die beginnen te komen, toch? Dan ga je in feite your most precious asset. Dat hebben we bijna zien gebeuren in 1999. En toen staatsolie verkocht zou worden. Dat risico loop je nu ook. Hè? Dat bepaalde belangrijke assets, tropisch regenwoud, dat helaas verkocht wordt. Ja. Dus de IMF is als het ware een bank, geeft wel goedkoop geld. Want waar komt het IMF-geld vandaan? Het is niet zo dat er een imaginaire boom is in Washington. Maar het geld komt van de leden van het IMF. Dat is taxpayers' money. Dat wordt opgebracht vaak via de begroting ontwikkelingssamenwerking. Voor alle landen die shareholder zijn. En die mensen, de staf die daar dan dealt met bankroete landen, ja, die heeft ook een fiduciary, goed Nederlands, die heeft dus ook een plicht naar zijn aandeelhouders toe om goed werk te verrichten. Goede zaken te doen met het geld. Uiteraard. Ja. Ja. Meneer Debbie Persat, voorzitter van de VES, wat is, praten met één onderhandelaar, ander onderhandelaar, je hebt IMF aan de ene kant, bondholders aan de andere kant, natuurlijk ook een heleboel aan de schuldeisers. Wat is de positie van de VES in dit geheel? Suriname als land, die zit in een situatie, we hebben verkiezingen gehad, er komt de regering, de politiek, deskundigen, iedereen zegt van, iedereen samen, we gaan dit ding aanpakken. U luistert naar beide. Wat is de rol van de VES in deze, in het geheel? Ja, precies. Bedankt voor de vraag. Een heel belangrijke. De Vereniging van Economisten is mogelijkerwijs, voor zover ik kan zien, de eerste geweest die eigenlijk in 2016, maar vooral bij de verkiezingen van 2020, er specifiek omriep. Ik merkte toen dat veel politieke partijen dat of niet wilden opnemen in hun programma of er tegen waren. Wat precies? Dat je op het moment dat je economie vastzit, dan kan je niet anders dan het IMF om hulp vragen. Ja. En politieke partijen ermee geconfronteerd voor de verkiezingen wilden niet, bijna geen enkele zei van ja, ik zal met IMF gaan werken als ik gekozen ben. Oké, een maand voordat de regering aantreedt, partijen zijn gekozen, de VES praat met de voorzitters van de huidige coalitie. Daarin geven we een 5 strategieën beleid, waarbij je bij bijvoorbeeld fiscaal, monetair, maar ook reëel en sociaal, waarin je bij het monetair gedeelte aangeeft van, kijk voorzitters, het is heel belangrijk dat je snel gaat onderhandelen met het IMF, want de economie zit zo vast dat dit de enige reddende organisatie is die ons wegwijs kan maken en onze economie
samen met onze eigen actoren, onze eigen economen, kan verbeteren. Het heeft langer geduurd dan ik had gedacht. Ik begrijp, er is vrij veel daarover gecommuniceerd. Maar in december was het zover dat we een overeenkomst met het IMF hadden. En nu moeten we er het beste van maken. Ja. In de afgelopen weken hebben we gezien dat de eerste beoordeling er is. En precies zo moet elke andere beoordeling voor dit jaar goed gaan. Ja. Laat me even blijven bij het IMF, meneer Eghorst. Wat is de status precies? Wat we hebben gehoord, eigenlijk aan het begin, april, mei, ergens vorig jaar al, weet ik dat de president zei, het kan anytime, en toen kwestie China, et cetera. Uiteindelijk was het feest, in december feest, dus niet iets waar we blij om zijn, maar feest in die zin dat we eigenlijk daarvoor gaan, we hebben daarvoor gekozen, het is eindelijk gelukt om approval te hebben van het IMF. En sommigen zeggen, no den dollar overeenkomst. Zijn die dollars hier? Hoeveel dollars zijn hier? Waar zijn die dollars? En wat is misschien, en dan kunnen we breed praten over het effect van de eerste tranche bijvoorbeeld. We moeten dat uitleggen aan de mensen. Wat is de status precies? Oké, okay. Even snel en volgevlug hoe dat hele proces heeft verlopen. We zijn ergens in oktober begonnen met de onderhandelingen. Ik kwam terug en er was een stevig team. Ik heb een stevig technisch team mogen samenstellen. Samen met een team van ervaren adviseurs. Waarin Shandy ook zat en Amwit en nog een paar anderen. En we zijn van start gegaan. We zijn begonnen met het rekenen, het doorrekenen met onze modellen. De maatregelen die de overheid wilde nemen om dat financieringsgat, omdat het financieringsgat vrij groot was, 15% van BBP. Dat is enorm, is ongekend in onze geschiedenis. En ik heb het dan niet over een begrotingstekort. Het is meer dan een begrotingstekort. Ja. Ook de capaciteit om korte termijn schulden te kunnen aflossen. Dat zit ook in het financieringsgat. En we moesten hem terugbrengen. En op een gegeven ogenblik is de afspraak gemaakt van jongens, luister, het is een multidimensionaal probleem dat heeft geleid tot dat financieringsgat. We kunnen niet alleen het volk ervoor laten betalen. 15%, we kunnen met maatregelen komen tot 8-9% dat het volk zal moeten opbrengen middels maatregelen die de overheid zou doorvoeren. Uitgaven verminderende maatregelen, inkomsten verhogende maatregelen. En de rest zou door naar de andere partners in de economie gaan kijken van hoe kunnen jullie bijdragen. De andere partners zijn natuurlijk de schuldeisers. Hoe kan je een bijdrage leveren? Omdat hoe dan ook zij ook onderdeel zijn geweest van het probleem. En we proberen ze ook onderdeel te maken van de oplossing. Ook naar de multinationals zijn we gaan kijken en de andere grootverdieners in de economie. Van hoe kan je een bijdrage leveren om dat financieringsgat te dichten? De maatregelen zijn doorgerekend, ongeveer 4 maanden. En we hebben toen dat pakket overhandigd aan IMF. Want we denken dat we met deze maatregelen, waren ongeveer 18 of 19, met deze maatregelen denken we dat we dat die 9% of 10% van die 15% kunnen dichten. De rest moet je gaan zoeken bij de schuldeisers. Ja. Dus dat is dat iteratief proces. En de schuldeisers, en vandaar dat we ook toen zijn gekomen met een 70% herkort, ja, om die 6% die overbleef te dekken. We zijn blijven itereren. Uiteindelijk hebben we in april staff level agreement gehaald. Op stafniveau, op technisch niveau, zijn we overeengekomen dat dit pakket, zoals hij daar was, goed was voor beoordeling door de executive board van het IMF. Maar voordat het zover was, zouden we wat we noemen prior actions. Dat zijn condities die voor zouden moeten worden doorgevoerd. En Suriname heeft binnen 3 maanden, denk ik, alle prior actions, de moeilijkste, zoals het zwevend maken van die wisselkoers. En nog wat andere, het aanpassen van de begroting, zodat je al de benchmarks die zaten in dat programma kon meenemen. Binnen 3 maanden hadden we de prior actions afgerond. Maar we bleven stuiten bij de financing assurances van de 2 belangrijkste bilaterale schuldeisers. En dat heeft zo lang geduurd. Onderhandelen en
ik moet u zeggen, op een gegeven ogenblik overstegen de onderhandelingen en de discussies het economische. Het was, Sjaan, die weet het was voor ons niet meer te vatten. Ja. Het was politiek en geopolitiek en stabbing en backstabbing en ondermijnen. En ik heb daar helemaal geen verstand van. Uiteindelijk hebben we ook met ondersteuning van buitenlandse zaken, van onze ministers die op dat niveau, op ministerieel niveau, op, en zelf op presidentieel niveau met management van het IMF, hebben we kunnen bewerkstelligen dat vanuit de organisatie zelf, maar de organisatie dit voor het eerst meemaakte en ook op momenten geen antwoord kon geven op wat er gebeurde. Men zag het, maar men wist niet wat men moest doen. En we hebben heel wat capriolen moeten meemaken en we hebben ons vaak voorhoofden moeten plooien van, maar is dat nou IMF? Maar goed, we zijn eruit gekomen en uiteindelijk hebben we consent gehad van de twee bilaterale. Van de Paris Club hadden we al eerder consent. En we hebben dat programma gehad in december 2021. Ja. Direct een paar dagen daarna is de eerste tranche van ongeveer 56 miljoen US dollars gestort op een rekening bij de centrale bank. Die 56 miljoen, er is een afspraak. Dat heel pakket, dat heel financieringspakket van het IMF is 688 miljoen US dollars over 3 jaar, over 36 maanden. Waarvan is afgesproken dat 200 miljoen bestemd is voor budgetsteun, dat is begrotingssteun. Ja. Maar direct geëermarkt, dus direct een bestemming heeft als aflossing van de schuld van de overheid bij de centrale bank. Zoals u weet, een groot deel van de totale schuld is de schuld van de overheid bij de centrale bank. Is ongeveer tussen de 20% en 25% van de totale schuld. We praten over ongeveer 10 miljard SZD's. Dus, en de centrale bank zit in nood. U weet wat er is gebeurd met die centrale bank de afgelopen jaren. De centrale bank is tot de grond bijna gelijk gemaakt. En moet gerevived worden, moet met een mooi woord geherkapitaliseerd worden. Maar ook de schulden die de overheid heeft bij de centrale bank moeten ingelopen worden. Dus daarvoor is dat geld geëermaakt. Een deel van die 55 miljoen is voor budgetsteun. Een deel gaat naar de centrale bank, naar de monetaire reserve van de centrale bank. En zo heb je die verdeling totdat die 200 miljoen van begrotingssteun terug is betaald in de vorm van schuldaflossing. Ja. Maar dan loopt er een andere traject parallel. En dat is het traject van herstructureren van schuld. We kunnen niet te veel uitspraken daarover doen, omdat we midden in de onderhandelingen zitten. Dat begrijp ik. Ja. Maar we denken dat met de verbetering van de economie we steeds dichter bij een oplossing komen, steeds dichter bij een deal komen, zowel lokaal met de lokale schuldeisers. Daar zijn er al goede deals mee gesloten. Ik praat over de aannemers, over de banken, andere lokale schuldeisers. Daar zijn er vrij goede deals. Of dat is al op rails gezet. En waarmee we waarschijnlijk deze week al beginnen zijn de onderhandelingen met de bilaterale. De voorgesprekken zijn al gaande met China en India. En we beginnen binnenkort met de onderhandelingen. Ja, ten aanzien van de uitvoering. Ja. Er is door de regering wat we noemen een IMU, een IMF Program Monitoring Unit samengesteld. Bestaande uit topfunctionarissen van verschillende instanties in Suriname, vooral instanties die betrokken zijn bij het toeleveren van data, instanties die statistieken maken. En die IMU, ik ben gevraagd om dat voor te zitten. En ik word daarbij ondersteund door de heer Adjoja. En die IMU doet de uitvoering niet, maar monitort dat de uitvoering conform de afspraken plaatsvindt. En we hebben zo'n monitoringsmechanisme dat gekoppeld is aan het monitoringsmechanisme van het IMF. Dus het kan niet misgaan, want omdat dat van het IMF zien we elke dag. Elke dag stuurt het IMF de progress report. En van ons is daaraan gekoppeld. En van ons is zelf ietsje conservatiever, waar je bij het IMF geen enkele rood ziet. Rood wil zeggen, iets gaat niet goed. Zal je bij van ons wel een rood zien, omdat we al in een heel vroeg stadium
mogelijke challenges willen detecteren. Ja. Dus al heel snel zie je dan een rood op poppen en dan weet je van dat moet aangepakt worden. Ja. Deze informatie is natuurlijk heel belangrijk dat dat zodanig vertaald wordt dat mensen, ja, je zit thuis, je ziet natuurlijk en je hoort verhalen en je ziet prijzen en je hoort Monikong, etc. Wat er achter de schermen allemaal moet gebeuren om dat mogelijk te maken is meestal in een kleine groep bekend. En wanneer dat verteld wordt, zo wordt het zodanig verteld dat Oene een begreping. Maar goed, goed dat u dat zo vertelt. Gaat u gang? Misschien een korte aanvulling op de input van Karel. Kijk, wat we echt ook moeten veranderen in dit land, hè, ongeacht wie aan de macht is. Kijk, een van de redenen waarom we ook substantiële vertraging hebben opgelopen, is dat, zoals de heer Debbie Persat aangeeft, kijk, het traject wat we moesten volgen was evident. Nu ga je rekenen. Dus je gaat op zoek naar de data. Hè? Dus het probleem leek minder complex op basis van de cijfers die in 2019, begin 2020 beschikbaar was. Leek het dat Suriname zat wel in de problemen, maar niet zo enorm in de problemen. We weten met z'n allen dat salarissen alleen maar met leningen konden worden betaald. Gelukkig bij het aantreden van deze nieuwe regering hebben we dat zien veranderen. Maar toen we zijn gaan rekenen met onze adviseurs en zeg maar het domestic team, zijn we echt vanaf oktober, september 2020 tot aan februari 2021 bezig geweest met debt reconciliation. Loan for loan. Ja, het is gewoon een drama. Kijk, en omdat het IMF al meegemaakt heeft in 2016... dat ze geld geven, de regering loopt weg en neemt dan een hele dure lening. Wat vervolgens ervoor zorgt dat je nu in de problemen zit. En weer bij hen. En ja, dan denk ik, dan zou ik ook heel moeilijk doen. Maar dat moeten we denk ik op een of andere manier zien te curen in bij alle politieke partijen. Laten we ervoor zorgen dat debt management deze regering en zeker deze minister van Financiën heeft heel hard aan de weg zitten timmeren om dat stuk van debt monitoring, om dat heel transparant te maken. Zoals je weet, Centrale Bank begint nu te publiceren. Rekenkamer is weer zeg maar boven Jan. De klad werkt. Dus die institutionele versterking die belangrijk is. Om eigenlijk ook a priori te kunnen monitoren als het misgaat. Ja, maar dat is een belangrijke reden ook waarom het zo lang duurde. Wij gingen intern ervan uit, op basis van de cijfers voor de verkiezing, dat we staff level agreement eigenlijk al. Intern zaten we te praten dat we in een kerstgeschenk voor het volk van 2020. Uiteindelijk is het, thankfully, uiteindelijk door interventie van de hoogste autoriteit van dit land. Heeft dat uiteindelijk, want we zaten echt in een impasse. You know, zij bleven stoïcijns vasthouden aan assurances van de bilaterals. En wij vonden dat we die al hadden van de ambassades. Dus totdat we interventie kregen van de president met Georgieva. En toen is gelukkig er een deal uitgekomen. Maar daarom was het een best wel tof proces. Door interne fouten van de vorige regering. Ja, meneer Debbie. Ik wil dit punt over data meenemen, omdat het zo belangrijk is in het verhaal van tot nu toe. Met data kan je analyses maken en dan weet je waar je voor staat. Data is erg dynamisch en het is dynamisch vanwege processen in Suriname, maar helaas ook vanwege processen buiten Suriname. Dus het is des te belangrijker dat er een unit is die constant er bovenop zit van hoe zijn die ontwikkelingen? Is dat wat buiten Suriname gebeurt? Misschien gaan we straks daarover praten. Hoe is het van toepassing op onze inkomsten en op die dingen die we importeren? Want elke keer als je gaat herrekenen, dan sta je er of beter of slechter voor. En dat is dan ook die grotere boodschap van blijf nauwgezet de ontwikkelingen volgen. Want alles wat we hebben voorberekend en de voorberekening maakt dat je een prognose hebt over de groei van het jaar, kan dus echt anders gaan uitvallen, gaan anders gaan uitpakken. Dus laat het vooral niet aan een kundig technisch team, maar dus ook de overheidsfunctionarissen moeten van dag tot dag basis kijken, vooral
nu met die belangrijke situatie buiten ons land. Van wat kan de impact zijn? En laat me erop voorbereiden, want als ik het laat liggen, dan word ik straks negatief verrast. Ja, ik blijf nog even bij u. Want beide heren hebben gesproken hier over het traject. Hoe ze hier zijn, hoe we eigenlijk IMF on board weer hebben kunnen krijgen. Prior actions waren belangrijk. Bij die prior actions, daar was die discussie al van... dat ding gaat te snel. Te hard direct in één keer de president zei van kanker en zo, moet je direct wegsnijden. Maar kort en pispisie. Anderen zeiden, ja, IMF dwingt je om het sneller te doen. Daar was het voor mij als burger wel even moeilijk te volgen wat Ves haar standpunt precies was. Want de politiek vond, we moeten het snel genoeg doen, want je kan het kanker zowel niet pispisie weghalen. Eigenlijk hoorde ik Ves zeggen, je moet het sneller doen. Ja, precies. Dus, het gebeurt te langzaam allemaal. Dus, hoe snel moest dat gaan? Ja, dus zuiver economisch gesproken, een jaar geleden, we hebben hier de banner van Econotori. Een jaar geleden, januari, hadden we speciaal hiervoor een programma voor het publiek om duidelijk te maken van er moet toch een aanpassingsprogramma komen. Want de dingen die scheef zijn, moeten nu recht komen. En dat kan je met een eigen team, toch heb je steun, geld, maar eigenlijk ook denkkader van buiten nodig. Dus dat is in principe het Internationaal Monetair Fonds. Op dat moment was die pandemie net zo erg in Suriname als in elk ander land. Het IMF, de Wereldbank, laat ik het houden bij het IMF, had voorberekend van welke landen gaan op welke manier eruit komen. Bepaalde landen die vorig jaar, 2021, goed hebben gepresteerd, bleken dus sneller die pijnlijke maatregelen te hebben genomen. En uiteindelijk hadden ze vorig jaar dan die positieve groei. Uiteindelijk is het een economisch zijn vakdeskundige. Uiteindelijk ligt het aan de politiek. Van welke maatregel neem je nu, welke maatregel neem je later, ook al is het verwoord in het herstelplan. We zien dus, onze aanbeveling in januari vorig jaar was van, ga toch snel door die wonds, dus om even bij die beeldspraak te blijven van ziekte, op het moment dat je gezwel hebt en het is slecht, het gaat alleen maar uitbreiden, moet je het eruit snijden. Maar kijk, dus ik ben nu even plastisch bezig op het moment dat je het hebt met, over de economie met werkelijke mensen, heb je toch te maken met beleidsmakers die die keuze plaatsen. Soms als je te langzaam bent met je maatregelen, kan het zijn dat je problemen vooruitschrijft, waardoor ze juist slechter kunnen worden. Want niet alles wat er gebeurt in Suriname hebben wij in handen. Soms word je verrast door iets van buiten. We hebben nu al twee keer na elkaar meegemaakt. De pandemie, dus COVID, wat nog steeds niet afgelopen is. En nu een oorlog buiten Suriname, wat heel nare effecten voor de hele wereld, dus ook voor Suriname kan hebben. Waar ligt het verschil in drie economen? Waar ligt het verschil in die benadering? Ik hoor meneer Eghort zeggen, maar op 15% problemen. Maar we gaan maar zoveel op het volk afwentelen, want we houden rekening. Is meneer Eghorst als econoom misschien politicus aan het worden? Want ik hoor de econoom hier zeggen, wij economen denken aan cijfers. Maar dan heb je de politici die denken aan het volk en die gaat het niet kunnen dragen. Waar ligt het verschil precies in een besluit dat op een gegeven moment genomen wordt? Voer ik die maatregelen door in 6 maanden met de risk dat 200.000 overgaan en dat we een census daarna moeten houden. Ze hebben maar 300.000 mensen over. Of nee, we spread it. Natuurlijk snel genoeg voor een standby, althans voor een board level agreement met IMF. Ik hoorde die discussie en ik dacht van, dit maar vast bij want Jeroen, waaraan ligt het verschil precies? Nou, het verschil ligt niet in de inhoud. Het verschil ligt in het tempo. Het inhoud is hetzelfde. Dat we de VES zegt niet dat die 9% te weinig is. Dat we meer op het volk moeten loslaten. De VES zegt nee, die 9% is. Maar doe het sneller. Zodat het volk in een korte tijdsbestek die pijn voelt en daarna niet meer. Ja. Bij de beleidsmakers gaat het erom dat... en dan praat ik niet namens de beleidsmakers. Hoor. Ik praat hier puur om wat ik heb geconstateerd. En wat natuurlijk... dat zie je bij alle beleidsmakers, want ik heb ook bij de vorige regering zat ik ook al, was ik ook al bij dat programma van 2016 eigenlijk betrokken. Wat je wel ziet bij beleidsmakers, en zij zijn gekozen, wij niet. Zij moeten verantwoording afleggen aan het volk, wij niet. En daarom dien je respect daarvoor te hebben, is dat in dat proces van uitvoering je teruggas kreeg
van die samenleving. Die zegt van, hé, jongens, luister, het is... Walk hier mee. Bijna zegt men, we weten dat het moet gebeuren, maar, ja. Hé, maar even rust daar. Dat dien je daarna te luisteren. Ik bedoel, het volk heeft jou daar gezegd. Je dient te luisteren daarna. Ik kan dan niet dogmatisch en met oogkleppen zitten achter een computer met cijfers. En nee, maar dit moet. Dit moet morgen. Dit moet vandaag. Dit moet overmorgen. Terwijl het volk schreeuwt om pijn. Ja. Je dient daarna te luisteren. En in dat luisteren kom je terug naar de technische mensen. En je zegt, luister jongens, het is mooi op papier. Maar in de praktijk merken we dat andere, dat die dynamiek anders is. En dan ga je naar een middenweg zoeken. En dat maakt van... Ik luisterde vandaag naar de ex-voorzitter van de VES. Dat maakt van die V-curve die hij noemde. Want hij zei van, je zou dat programma in een V-curve moeten plaatsen. Dus je gaat erin en je gaat weer sneller uit. Maakt het een U. Je blijft een beetje nog... Je blijft nog langer erin, omdat je daarmee rekening houdt. Je houdt rekening met... Hoe vind ik een middenweg om, ondanks het feit dat iedereen weet dat het moet gebeuren, het zo draaglijk mogelijk laat gebeuren? Ja. En Karel, ga je kijk, een V-curve, hè, dus je gaat erin en je gaat eruit, kan bij een debt to GDP van 70%. Ja. Bij een debt to GDP van 80%. With all respect, je snapt niets van de economie. Als je denkt dat je bij 150% debt to GDP een V-curve gaat krijgen. Ik doe mijn hele leven lang, na mijn studie, ben ik actief in de handel, in staatsleningen. Je analyseert daar economieën tot, zeg maar, de betalingsbalans is niet alleen maar op geaggregeerd niveau, maar je gaat zelfs kijken naar subsectoren, aanzienlijk complexer dan wat je doet als macro-econoom. Ik ga u één ding vertellen. Als we dat hadden losgelaten op het volk, dan hadden we hongersnood in Suriname. Ja. En je kunt namelijk een debt to GDP van 150%, kun je namelijk niet... Kijk, als je die operatie gaat doen, moet je anesthesie toebrengen. We hadden op dat moment een staff level agreement. Je hebt vuurdekking nodig om die koers los te laten. Anders was het gewoon, er is zoveel geld gedrukt tijdens de vorige regering. En de deviezenreserve, de heer Tellegt, is totally depleted. En het was zo depleted, dus de officiële deviezenreserve, dat men het zelfs gewaagd heeft om aan het spaargeld van het volk te komen. Dus met alle respect voor de VES, maar als je kijkt naar het uitgangspunt van deze regering, dan denk ik dat er is no room for maneuver. Het traject wat we hebben ingezet. En we zien nu dus de vruchten. En misschien kan Karel zo praten over het sociale programma wat we gaan uitvoeren. Dit jaar en volgend jaar. Maar ik denk dat als je zo radicaal had gehandeld bij een debt to GDP van 160%. You would have killed the population. Ja, ik weet niet of het de mening van de VES was. Want de heer Eghorst zei, hey, luister naar de oud-voorzitter van. Mogelijk een persoonlijke mening. Nee, maar laat me direct even inhaken. Want ik heb u wel horen zeggen. Dat was in de presentatie in het gebouw van Assyria, op Oyari van de VES, heeft u, en dan praten we eigenlijk het programma waarin al die maatregelen genoemd zijn, dat zij snel uitvoeren kon, maar ze zijn ergens genoemd, het herstelprogramma. En ik hoorde u zeggen, het programma is onsamenhangend. Ja. En toen begon ik te twijfelen, want als autoriteit, als de VES-voorzitter dat zegt, dan wil ik eigenlijk de andere mensen die dat hebben opgesteld, medehelpen opstellen, vragen, waar is je cv? Waarom zegt u dat het onsamenhangend is? Op het moment dat je ziet dat de evaluatie door het ministerie van Financiën zelf uitwijst, dat dus toen dat 19% gerealiseerd was, een deel was in uitvoering, maar 19% was gerealiseerd, is dat een bewijs dat... Als de maatregelen meer cohesie hadden, meer op elkaar afgestemd waren, zou je een hogere eindresultaat hebben. Vooral een programma dat heet Herstelplan 2020-2022. Dus je moet dit jaar binnen 9 maanden tot je einddatum komen, tot je eindtargets komen. Dus het is een bevestiging dat de maatregelen niet in de juiste volgorde waren. En ook niet op die manier om na elkaar, eigenlijk is het een beetje synchroon, monetair, fiscaal,
in orde te krijgen. Hoe verklaart u dan de massieve rally van de bond van Suriname? De markt is 10 keer slimmer dan u. Ja. Alle economen van de VS in Suriname, in Amerika, het is de collectieve knowledge wat er is op dat moment over de Republiek Suriname. Nou, dus die bond gaat van 45 naar 75. Daar komt ook bij kijken. Sorry, mag ik maar. Ja. De yield gaat van 38% naar 15%. En dus de markt zegt, government, you're doing a great job. En wat vindt u van het nieuws over de oliebronnen? Heeft de markt dat niet gelezen? Nee, dat is recentelijk, meneer. Die bond is al vorig jaar gered. Ja, ja, maar meneer Jetou, laat ons toch hem even de ruimte geven om door te gaan. Want ik wilde aansluiten, want u zegt het is onsamenhangend. U bent bezig op te bouwen waarom u dat vindt. Neemt u alsjeblieft mee het IMF. En mensen zeggen het IMF is moeilijk. Het IMF is zeer kritisch voordat ze meegaan. Als waar is dat wat de Echor zegt, of waar wat de politici ons zeggen, het is een homegrown plan. Ja? En het IMF bouwt op het herstelprogramma. Ja, maar is het dat iemand bij het IMF het verkeerd heeft gelezen? Want de Surinaamse economen, aangesloten bij de VES, die zeggen het is onsamenhangend. Maar het IMF zegt, ik bouw daarop en op basis daarvan ga ik met Suriname zien. En we zien ook vorig jaar dat het sociaal programma weinig gestalte heeft gekregen. Op het moment dat je zware maatregelen doorvoert, betekent dat klappen bij delen van de bevolking, vooral zij die het moeilijk hebben, minder goed kunnen dragen, dat ze hulp daarbij nodig hebben. Dus een goed omschreven sociaal programma, en eigenlijk is dat een van de beoordelingen ook van het IMF. In december was er een mogelijkheid om die ondersteuning beter te geven. En zelfs voordat we het IMF hadden, konden we een sociaal programma dus daar uitvoeren, gericht naar de mensen die steun nodig hebben, dus de subjecten, zodat ze die pijn minder zouden kunnen voelen en dat je dat geld zou zoeken bij zij die brede schouders hebben, want die discussie hebben we vaker gehad in ons land. Dat was eigenlijk ook de bedoeling van solidariteitsheffing. Dus wil je snel uit de problemen komen, betekent dat er pijn geleden gaat worden. En die pijn kan je voor een belangrijk deel opvangen met sociale maatregelen, met een goed sociaal plan. Bij een netto GDP van 160% zijn er weinig brede schouders, meneer Debbie Passat. Dan moet u economen in het veld sturen van de VES. De hele middenklasse is uitgewiped. Kijkt u waar u over moet praten van de VES. En dat vind ik echt teleurstellend. Kijk, de discussie moet gaan over 1. Wat is het probleem? Ik denk persoonlijk dat de VES het probleem heeft onderschat. De VES ging uit van 80% netto GDP. Het is 150%. Nee, is niet waar. We hebben ruim van tevoren die berekening laten zien. Ja. Prima. Heeft de VES, simpele vraag, een DSA gemaakt op basis van market access? Heeft u die cijfers? Nee, dat hebben we niet gedaan. Dan kunnen we die discussie beëindigen. We hebben gezien dat er een houtsector is die bijna niet belast wordt. We hebben gezien, en ook vragen in de media, dat de houtsector bijna ontlast wordt. Terwijl het kwalitatief belangrijke dingen zijn die Suriname verlaten. Dus waarom pakken we dat niet aan? Waarom pakken we die informele sector niet aan? Ik kwam even in de vorige uitzending. Waar de VES over moet praten, is dat er in 2010 had moeten worden gekozen voor voortzetting van het frontbeleid onder leiding van president Felicia. Sorry. Nee, het is een politieke uitspraak. Maar het gaat erom dat we moeten leren, althans het volk moeten leren, en dat we moeten oppassen met politici die zogenaamd, zeg maar, voor je belang opkomen, maar uiteindelijk de hele samenleving verarmen. Ik vind het een vraag van de VES, van economen, dat ze politieke uitvragen doen. Laat ons meneer Jetou en meneer Echors de ruimte geven om dit even te kalmeren. We gaan even naar meneer Echors en ik kom terug. Gaat u gaan. Het is een heel interessante... discussie. Het gaat interessanter worden. We nemen even een break en we komen terug. Gaat u nee, maar ik ben nu net begonnen. Ik ben altijd een technisch persoon geweest. Ja, ja. Maar ik ben ook een technisch persoon, maar ik heb altijd heel veel interesse en ik heb me heel erg verdiept ook in politieke economie en in de politiek. Anders kan je je werk niet naar behoren doen. Maar dan zit je in een vacuüm dingen te doen. Maar het is een hele interessante discussie. Maar
waar het bij mij om gaat. En u haalde het IMF aan en zegt van ja, maar hebben zij niet gezien dat dat ding onsamenhangend is? Ik wil dit van zeggen. Ik ga dan weer herhalen wat ik zei. We hebben de maatregelen hebben we aan het IMF gepresenteerd. Die heeft het geaccepteerd, heeft hier en daar wat zaken opgetopt. En de heer De Wieperstraat haalt aan goud, goudsector. Al die sectoren hebben we onder een vergrootglas gebracht. En al die sectoren hebben we meegenomen in de maatregelen. En we zijn met al die sectoren bezig na te gaan waar er meer uit die sectoren gehaald gaan worden. Als u dat programma kent, gaat u zien dat we de royalties op kleingoudmijnbouw hebben verhoogd van 2,75% naar 4,5%. En de eerste positieve tekenen zien we al. We hebben dat gedaan per januari 2022. En de eerste cijfers van de eerste maand, januari, die we in februari hebben gehad, laten al zien dat we daaruit verhoogde inkomsten krijgen. Met de grote, met de multinationals gaan we praten, gaan we zitten. En kijken hoe we ook bij hun wat meer binnen kunnen halen. Ik ga terug naar dat iteratief proces dat ik aanhaalde. Dat stukje van 6% moet worden ingevuld door de schuldeisers, door multinationals, door andere spelers. Dus we praten ook met hun. Ja. Om aan hun te vragen en met hun na te gaan. Hoe kan jij je bijdrage leveren tot het dichten van het financieringsgat? Nogmaals, als het lijkt alsof zaken onsamenhangend gebeuren, dan komt het waarschijnlijk vanwege het feit dat zaken worden uitgevoerd. Maar wanneer je die tegendruk krijgt vanuit die samenleving en zaken wat het tempo moet gaan verminderen of zaken misschien even moet achterhouden, dan moet je dat doen. En dan ga je door met iets anders. Het lijkt dan onsamenhangend, maar het heeft te maken met de gevoelens in die samenleving. Het is doen, passen, meten, de signalen krijgen, teruggaan achter de tekentafel, dingen herorganiseren en voortgaan. Even een vraag voor mijn informatie. Meneer De Wieperstraat zei daarnet, ga dat geld halen, kleinschalige goudsector, et cetera. Ik sprak met een belastingexpert en die gaf aan dat het mooi is natuurlijk te zeggen, ga dat daar halen, ga dat zo halen. Meneer Jetou zei, instituten zijn zodanig uitgehold dat je dat wel kan berekenen en zeggen van luister, uit die kleinschalige sector kan ik dat halen, kan ik zo halen. Maar de Belastingdienst bijvoorbeeld, hij noemde het heel mooi, ik zei het laatst in die uitzending, haal al die garimperos naar de stad, grote bussen. En ze zijn willing en breng ze naar de Belastingdienst om aangifte te doen. Er is niet één formulier dat ze begrijpen. Dus hebben we, want het is heel makkelijk te zeggen, laat ons dit doen. Houden we rekening met niet alleen die financiële chaos, maar dat de totale chaos in het land? De institutionele, klopt. Hoe dealen we daarmee? Dat is het zorgpunt dat ik vanavond wil brengen. Omdat het een cruciale is. We stonden er al niet sterk voor 10 jaar geleden en wat er was is nog verder verpauperd. Soms zelf met leenmiddelen is het nog verder verpauperd. Dus na 20 maanden regeren is het heel belangrijk om goed te kijken en te werken naar die institutionele zwakte, omdat we het zo meteen nodig gaan hebben voor performance. We gaan moeten bewijzen dat we zwaarwichtige maatregelen kunnen doorrekenen, erover kunnen communiceren. En op het moment dat er daar een kleine verschil in is, dat je ook een oplossing hebt. Van als ik het deze maand niet kan halen, bijvoorbeeld december 2021, wanneer van januari kan ik het halen? Dus je hebt zo'n versterkt apparaat nodig dat eigenlijk moesten we vorig jaar hieraan hebben gewerkt. Maar oké, je kan niet terugkijken, dus laten we hard werken aan die institutionele versterking. En dat is dan ook de boodschap van, we voeren een moeilijk programma uit. Het is heel belangrijk voor de economie, maar het is toch moeilijk. Het vergt kader, het vergt uithoudingsvermogen en het vergt sturing van de politiek. Dus laten we als land nu even bezig zijn om goed eruit te komen. Er zijn zoveel problemen dit jaar op te lossen, dus laten we even ons huiswerk maken. Ja. Ik wil even daarop aansluiten en aangeven. Kijk, u bent begonnen met hoeveel geld is er met IMF gekomen? Is er gekomen. En waar is dat geld en wat gaan we doen met dat geld? Ik probeer steeds, wanneer ik gevraagd word om een interview af te staan, en ik doe dat niet zo vaak, want ik ben niet zo'n pers,
perspersoon. Maar wanneer het gevraagd wordt, doe ik het omdat ik vind dat het mijn plicht is om het volk uit te leggen wat ik allemaal heb uitgesproken, die 14 of 15 maanden. Toch? Het gaat om gemeenschapgeld, het gaat om die. Het gaat om de gemeenschap, dus ik ben verplicht dat te doen. Maar wat ik daar ook steeds zeg, is dat voor mij het geld. Natuurlijk is het belangrijk voor het dichten van het financieringsgat. Maar belangrijker voor mij is die herstructurering. En die herstructurering heeft veel te maken met institutionele versterking. Zoals Shandy zei, en Steven zei dat net ook. Heel wat instituten zijn verzwakt, zijn kapot gemaakt. En ik kan u zeggen dat als we met deze zwakke instituten, en zover kijk ik naar de toekomst. Als we met deze zwakke instituten denken dat we straks miljarden inkomsten uit gas en olie gaan kunnen managen, dan hebben we een groot probleem. Ja. Dat is waar Ogri Tjawamboom eigenlijk komt. Amoes, en daarom moeten we ermee doorgaan. Ik kan niet voldoende stressen. En ik hoor vaak van die populistische uitspraken. Ja. Stop een IMF-programma, dat is zeer too petty, dat we vinden money. We hebben tussen 2009 en 2013 enorm veel geld verdiend als land. In miljarden US dollars hebben we verdiend als land. Hoort u goed wat ik zeg? Miljarden verdiend als land. Zowel op de betalingsbalans als bij de overheidsfinanciën uit. Mijnbouwinkomsten. En toch kloppen we 2 jaar daarna aan bij het IMF. Wat ik daarmee wil zeggen is dat al verkoop je nu 2 putten olie. Je hebt dat geld en je denkt met dat geld, we verkopen hem voor 2,8 miljard, 3 miljard, verkopen we die 2 putten olie. En we denken dat we met dat. En waarom heb ik zulke lage bedragen noemd? Omdat we nog niet eens weten hoeveel olie dat is. Ja. Dus we weten ook niet hoe we hem gaan taxeren. Op welke waarde we terechtkomen. Dus we gaan hem waarschijnlijk voor een appel en een ei verkopen, omdat we niet eens weten hoeveel daar is. Ja. Om achteraf te horen dat er 300 miljard aan waarde daarin zit. Ja. Voor de komende 10 jaar. Waarover men dit wat eerder had, die aanschieren die komen. Dus er zijn lekkages in dat institutioneel raamwerk. Dus al gooi je miljarden daar, het lekt weg. Zonder dat je 1 verbetering ziet in het staatsbestel. In de situatie van de man van alle dagen. Ja, die sleuzen zijn kapot, sleuswachters zijn dus, er niet meer. Dus je moet herstel plegen voor wat betreft die instituten. Die instituten sterk maken. Zodat je dat geld dat straks komt. Want, soms denken we van, if me afvoer money kan ik zoveel doen. Geloof me, datzelfde geld kan je vernietigen. Ja. Als je niet hebt gepland, als je niet dat de infrastructuur hebt opgezet om dat geld te managen. Dat geld, want dat is het is de overheid, en voornamelijk de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank. Als de 2 monetaire autoriteiten. Die de inners zijn van inkomsten van de staat. Maar de plicht rust ook op voornamelijk de minister van Financiën om te zorgen voor een evenwichtige herverdeling van wat de staat int. Moeilijker. En als dat herverdelingsmechanisme, dat rust op sterke instituten, niet werkt, dan mag u miljarden verdienen, dan gaat maar een klein klikje ervan genieten. Maar de rest van het volk verpaupert verder. Het Nigeria-model is ons bekend. Equatoriaal Guinea. Een van de 10 grootste olieproducerende landen in de wereld, Nigeria. Met een bevolking van 60% onder de armoedegrens. Kan en mag niet met Suriname gebeuren. En daarom die belangrijke boodschap om een verbeterprogramma, een herstelprogramma, nu uit te voeren voordat die olie uit de grond komt. Mocht die olie uit de grond komen. Voor mij is duidelijk dat als de heer Dewi Persat zegt dat de VES nooit een DSE op market access heeft gedaan, dan begrijpen ze het probleem niet en dan kunnen ze geen oplossing aandragen. Dat is een constatering. 1. De weg die de regering heeft ingeslagen, zoals Karel dat eloquent heeft uitgelegd, there are no other options. Begint nu zijn vruchten af te werpen. Waar de VES over moet praten, als ik VES-voorzitter zou zijn, en ik zou kijken naar de toekomst van het land, en daar het pleidooi wat Karel daar houdt, dan zou ik uitleggen dat we moeten voorkomen dat we populistische leiders hebben, zoals we die gehad hebben, en dat die een dusdanig gat graven voor ons allen,
in het kader van we stellen de mens centraal. Maar ondertussen weten we hoe centraal de mens is gesteld. En op dit moment leidt iedereen eronder. Ook zelfs de... en je kunt zeggen van ik ga taxen, je moet de wisselkoers meteen loslaten. Dan begrijp je niet hoe markten werken. Als je snapt hoe markten werken... want kijk, Suriname is nu net gedefault. Er zijn vele landen zijn ons voorgegaan. Dus je kunt enorm veel leren. Die ervaring is er. En vandaar dat we dus ook het prudente stap hebben gemaakt... dat we eerst de staff level agreement hadden... om vervolgens bepaalde acties te ondernemen. Anders maak je gewoon amateur mistakes. Maar terugkomend op de centrale discussie. De discussie gaat nu helaas te veel over... oké, wat er fout gaat aan beleid. Kijk, we waren aan het verdrinken. We komen nu aan land... De economie gaat beginnen te groeien. Ik verwacht cumulatief hè, tot 2025 6-7%. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe snel de wereldeconomie opengaat. Wat natuurlijk echt een setback is, is nu het conflict wat we hebben in Europa. Maar goed, dat helpt wel onze commodityprijzen. Hè. We zijn olieproducent en goudproducent. Dus Suriname kan daarvan profiteren. Het zal bepaalde prijzen natuurlijk wel omhoog doen, hè, van brood, et cetera. En misschien moeten we denken aan importvervanging. Ik denk dat dat belangrijk is nu, hè, dat we daar echt hard over nadenken. Dat is wel een setback voor de regering, want dat wil je niet hebben. Als je, hè, want laten we niet vergeten, de schade is zo groot, heer Tellig, dat we zonder olie pas in 2035 naar een schuldniveau gaan... wat acceptabel is voor een kleine open economie. Pas in 2035, zo groot is de schade. Dus let's make sure dat de discussie niet zozeer gaat. We moeten kritisch zijn naar de regering. Maar laten we er vooral ook op wijzen waarom zijn we in deze ellende. Ja. Ik heb heel veel tijd uitgetrokken voor het IMF. Moet wel even een minuutje geven. Goed, afrondend, want er zijn nog zoveel vragen dat ik heb. Gaat u gaan. De VES was de eerste die al in 2013, toen de prijzen zeer goed waren, aan die toenmalige overheid zei van baas, let op je middelen, maak een pas op de plaats, want niets gaat tot de hemel kunnen groeien. Prijzen gaan weer terug kunnen komen. Mensen bespotten ons. Dat we juist vroegen dat die overheid nu een gas teruggaf en minder ging uitgeven. Dus in 2013 hebben wij dat al geroepen. We hebben het zien aankomen. We hebben jaar in jaar uit bij de nieuwjaarsrede gezegd van het zal de verkeerde kant op gaan. Het gaat de verkeerde kant op. Neem maatregelen. En het verergerde alleen maar. Dus het gaat niet om het kritiek hebben op een regering. Het gaat om het beoordelen van de economie. En zo goed mogelijk proberen om te begeleiden daarin. Je kan daarin niet beleid gaan maken, maar je kan wel begeleiden. En een deel van die maatregelen hebben te maken met die overheid. Een belangrijke deel heeft te maken met de reële sector. Dus dat wat de man van de straat meemaakt. En uiteraard het sociaal programma. Waarin wij nog steeds vinden, van die sociale ondersteuning mag wat beter. We zien die armoede groeien op straat. Absoluut. En dat is een zorgpunt. Ja. Dat willen we niet hebben. En waarschijnlijk is dat ook niet conform met IMF. Eigenlijk de politiek heb ik dat ook horen roepen. Ik hoorde meneer Gadi en meneer Jogi in het parlement zeggen van die zaken moeten sneller. Maar laat mij even gaan, want eigenlijk heb ik... Ik vind het natuurlijk heel interessant. Als het misgaat ergens, mensen staan op, die gaan onderhandelen. Het is een immense taak, neem ik aan. Dat heeft u allemaal... Iets anders dat er nu speelt, en dat heeft allemaal te maken met de economie van Suriname. We hebben de VES ook gehoord. Maar voordat ik kom op het standpunt van de VES of het advies dat de VES heeft gegeven aan de president, wil ik toch even misschien meneer Eckhorst, want ik weet dat u een lid bent geweest van een aantal regionale organisaties ook. Wat is het economisch belang van een land als Suriname, zo kijken naar zijn omvang, bevolking, et cetera, om deel te zijn van een handelsblok? We zijn lid geweest van een aantal, maar laat ons focussen even op CARICOM. Kijk, CARICOM, ik heb CARICOM een beetje van dichtbij mogen meemaken. Ik heb wat CARICOM governors meetings mogen bijwonen. Zat ik aan namens de governor van de centrale bank, die op dat moment niet aanwezig kon zijn.
Maar ik heb ook in een adviesorgaan gezeten van de CARICOM. Toen we die financiële crisis kregen in 2008, 2009. En dan mocht ik meehelpen denken en meehelpen adviseren ministers van Financiën van de CARICOM. Een zogenaamde COFAP, Council of Finance and Planning. En ik heb daar het voordeel gezien van erbij zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het meediscussiëren, maar erbij zijn. Gezien te worden in dat CARICOM gebeuren. Eén, omdat we vrijwel historisch en waarschijnlijk ook cultureel dealen met min of meer dezelfde, hetzelfde nalatenschap. En dat nalatenschap heeft zich door de jaren heen, door de eeuwen heen, is dat zich gaan manifesteren in de structuur van onze economieën. Dus we kunnen op de eerste plaats heel veel van elkaar leren. Op de tweede plaats, als we erbij zijn, kunnen we ook de agenda bepalen, helpen bepalen, richting ons. En u moet dat niet onderschatten, omdat er heel wat, en men klaagt vaker van het CARICOM is een praatclub. Maar ik heb daar standpunten, leiderstandpunten zien innemen, die later vertaald werden in regionaal beleid. Dus als je niet daar bent, wordt het voor je gemaakt. En ik, nogmaals, ik praat hier niet namens de president of namens het kabinet dat het zo goed is wat er is gebeurd. Ik zeg alleen maar wat ik denk en wat ik heb gezien. Als je niet daar bent, ben je heel snel een buitenbeentje. Ja, we kunnen natuurlijk de discussie voeren. De voordelen die we hebben gehad aan het blok CARICOM of zouden we misschien... Soms krijg je het gevoel dat we een beetje, als we nou participeren of niet een buitenbeentje zijn bij CARICOM, dan zouden we misschien een ander blok, maar dat is niet de discussie die we voeren. Nee, maar ik ga je ook zeggen. Maar het belang om als groep op te trekken. Dat het een zware wissel zal trekken op de agenda van de president. Ik betwijfel dat. En waarom ik dat betwijfel? Het is niet de president die alles daar doet. Het zijn ministers die op ministerieel niveau, in de COTED. En dat is de meer reden. Ja, dus ik kom zo meteen naar dat stukje, want ik wil nog even kennis maken met CARICOM. Maar ik wil meer aangeven dat het vaak deskundigen op een lager niveau zijn, die in de uitvoering zijn en die dingen trekken. De grote agenda wordt daarboven bepaald. En bij de uitvoering zijn het die mensen die aan bod komen. Het zijn ook die mensen die de reizen maken en die naar vergaderingen gaan, naar conferenties gaan. En op een gegeven ogenblik wordt dat geheel naar een hoger niveau getild. Ja, in de lijn nog blijvend kennis maken met CARICOM, meneer Dito, neemt, ik weet dat u wil aansluiten, maar neemt u ook voor me mee. CARICOM is een, we horen over single market en we horen single, het is een blok. De grenzen zijn pretty makkelijk open, toegankelijk voor professionals, et cetera. Als we CARICOM zien als één geheel, hoe groot is het BBP van CARICOM? Om hoeveel mensen gaat het? Hoe groot is die markt? Ja, die markt is roughly, als je naar de GDP kijkt, even kijken, de laatste cijfers, ik denk ietsjes over de 80 miljard dollar, US dollars. Wat is Surinames BBP? Dat is ongeveer onder 2,4 miljard dollar. Voor het perspectief zitten ongeveer 18 miljoen inwoners in CARICOM. Maar waar ik met name op wil wijzen is meer de praktische, de business invalshoek. Eén. Als we kijken naar de buitenlandse politiek vanaf 2010, dan hebben we helaas een ontwikkeling gezien, heer Tellegt, waarbij Suriname uiteindelijk deals maakte met Equatorial Guinea, failliet Venezuela, met Cuba. Dus de big players in de wereld. Yeah. Not really. We hebben nu gelukkig een nieuwe regering. Al een tijdje een nieuwe regering. En we hebben een significante upgrade gezien van het buitenlandse beleid. Nu kun je natuurlijk afvragen van ja, waarom moet je dat doen? We zitten natuurlijk nu in een hele moeilijke economische situatie. Maar het zijn juist met name, als je denkt aan business development. Hè, nu heb ik het eigenlijk over praktisch business. Kijk, de eerste stap is dat je op government-to-government level gaat praten met elkaar.
De minister, de president, die ontmoet andere presidenten, om vervolgens een trickle-down effect te hebben naar regelgeving en business. Dus één, zeer belangrijk dat wij als Suriname doorgaan. En met name, ik denk dat het qua timing komt, is het it's a God-given. Als je iets van business begrijpt, ja, dan moet je gewoon echt gek zijn om te zeggen dat je het niet moet doen. Kijk, als je iets van business begrijpt. Kijk, de wereld is 2 jaar dicht geweest. Nu zien we dat iedereen, alle grote blokken beginnen te vergaderen. Want je kunt nu, was working from home, nou mogen we elkaar zien. Dus iedereen gaat echt komen. En dat is één. Twee, heel veel CARICOM-landen zijn onderdeel van de Commonwealth. Commonwealth komt ook bij elkaar in juni 2022. Als ik voorzitter ben van als Suriname van CARICOM, zie ik daar een hele interessante springplank naar heel veel landen in de Commonwealth, waar we ook zoals Karel aangeeft, een joint history hebben. Landen die te maken hebben gehad met slavernij, et cetera. Dus we zitten met dezelfde ontwikkelingsvraagstukken. En een groot aantal van die landen zijn best wel ver. Nigeria noemt Karel nu net. Inderdaad heel arm. Maar Kenia daarentegen, als je daar landt op Nairobi, it's booming. Dus we kunnen heel veel leren van die landen. Dus zo'n voorzitterschap geeft je zeg maar dat platform. Ja. Maar nog een heel praktisch ding. Hè. Kijk, als investment banker ben ik raise ik capital. Ik heb dat jarenlang gedaan voor developed markets, US en Europa als blok. Nu doe ik het voor India en voor Afrika. Als je een India private equity fund of een Nigeria private equity fund ophaalt, meneer Tellig, I can tell you out of real life, I can have the markets on my back. Het is heel, heel moeilijk. Als je je bundelt, bijvoorbeeld North African Private Equity Fund of Pan-Asian, dan maak je veel meer kans ook bij Development Finance Institutions. Want laten we niet vergeten, en dit is, I'm talking dollars and cents right now. Laten we niet vergeten dat Suriname niet mag lenen. The government of Suriname kan voorlopig niet lenen, maar we hebben voldoende geld. We krijgen heel veel cheap money van het IMF. Als ik VES-voorzitter zou zijn, zou ik de president omarmen en zeggen, great president, wordt u voorzitter. Want ik ga mijn economen mobiliseren om private capital. Hè? Want kijk, ik kan me voorstellen dat je misschien dat niet meekrijgt. Maar er is de afgelopen 15 jaar, naast public markets, is er een hele grote private market ontstaan. Waarbij je grote spelers als Blackstone, Oaktree hebt. Private markets zijn debt markets, equity markets, infrastructuur en real estate. Maar misschien lijkt dat even kunnen maken. Nee, sorry, voordat je doorgaat. Ja, dus als je als Suriname alleen gaat proberen een infrastructuurfund op te racen, ja, het wordt heel moeilijk. Ja, ik heb dat ding. Het zijn 4 argumenten die. Ja, ik heb het een beetje anders om gedaan, omdat de bedoeling was in eerste instantie nog niet te praten over het standpunt van de VES. Correct. Maar ik wilde eerst alvast kennis maken met het blok CARICOM. Ja. Waarom is het valuable voor Suriname om deel te zijn van zo'n blok? Maar goed, het heeft zo uitgepakt. Ik heb u door laten praten. Ja. Andersom nu, voorzitter VES, uw organisatie en. Ik ben blij dat ik kan zeggen uw organisatie, waardoor u niet alleen voelt hier tussen twee vuren. Uw organisatie geeft aan dat op dit moment het niet het juiste moment zou zijn voor de huidige president. En het komt eigenlijk, weten we precies wanneer Suriname weer voorzitter wordt, rolerend. Maar u zegt, laat deze beker aan jou voorbij gaan. Ja, precies. Voordat ik u vraag stel waarom. Toen ik het las, dacht ik wel van, en ik mensen die me kennen, ik heb op alles kritiek, dus ik vind jullie wel dat jullie kritiek hebben, my best friend. Maar ik dacht van, het was al bij de verkiezing, en voor de verkiezing, was het al bekend wanneer Suriname het voorzitterschap zou hebben van de CARICOM. Mm. Waarom heeft de VES, wetende hoe zwaar de burden zou zijn, wetende hoe zwaar het herstelprogramma zou zijn. Waarom heeft, vooruitblikkend, waarom heeft de VES toen niet al gezegd van president, hou rekening over 2 jaar, kom je aan de beurt, maar dan zijn we dan in zo'n fase. Ja. Waarom nu, wanneer eigenlijk de kaarten geschud zijn, het is just a matter of time. Waarom nu pas? Laat ik de vraag zo beantwoorden en een deel van zo net meenemen.
als we praten over business, waren ze ons investeringsbeleid. Dus in die tussenperiode hadden we een investeringsbeleid kunnen ontwikkelen, beginnend bij een investeringswet. De ding is van, je kan niet op de man afvragen van kom zaken doen in Suriname, to do what. Dus wij moeten voor onszelf identificeren welke sectoren we willen koesteren. Bepaalde sectoren hebben we nu reeds, de goudsector is er eentje ervan, waarbij je vragen kan stellen van, is dit wat ik wil hebben? Het verdient goed, het goud kan toch wel vrij makkelijk gevonden worden in Suriname, maar uiteindelijk is er een bepaalde vervuiling met een prijskaartje wat je niet voor je land wil hebben. Dus we moeten nadenken van welke sectoren willen we hebben in Suriname. Dus je hebt een investeringsbeleid nodig. We zien nu in 2020 dat er nog steeds niet is. Het is heel belangrijk na een lange tijd dat Suriname zich profileert. We waren bijna bij wijze van spreken een paar jaar staatje moet je laten zien. Maar laat je ook zien met een duidelijke agenda. Ik wil toerisme hebben. Ik wil de mensen niet in strandtoerisme hebben. Ik wil ze hebben in natuurtoerisme. Wat betekent het in mijn land? Welke bedrijven van jouw land heb ik nodig om te partneren met mijn land? En hoe zit het met de wetgeving? Want als de landen Suriname niet kennen, laten we eerlijk zijn, het gros van de wereld kent Suriname niet. Je stapt naar Google en wat je ziet is dat je op de 162ste van de 190 landen bent. En vaak zie je nog meer negatieve berichten eromheen. Dus met een duidelijk investeringsplan kan je die rode loper uitrollen. Niet alleen voor buitenlandse, maar ook voor de lokale ondernemers. Dus het is zaak dat we dat zo snel mogelijk in orde hebben. Eigenlijk is het een advies. Het advies is gebaseerd op wat we in maart 2022 constateren. Is dat we veel capaciteit kwijt zijn aan het doorvoeren van maatregelen die een effect tot een effect zullen resulteren. Daarbovenop, COVID is nog steeds niet weg, daarbovenop komt de situatie van buiten wat alleen maar erger zal worden en niet in één maand zal opklaren. Dus om je eigen huiswerk te maken en om er bovenop te zitten, want elke maatregel vertaalt zich weer. Het kan zich vertalen in twee positieve dingen, hoge goudprijs wat goed is, een hoge olieprijs tegelijkertijd. Degene die tankt, die huilt dagelijks, die zal straks nog meer moeten betalen. Maar vooral voedselprijzen kunnen behoorlijk gaan veranderen. De president, de ministerraad, zullen zo meteen vanaf juli een ander commitment hebben. Dus vandaar het advies om het door te schuiven. Laten we voor dit jaar ons huiswerk maken. Want het huiswerk van CARICOM, die komen ook uit dingen, uit die COVID. Maar wij zijn binnen de CARICOM Club de enige in een recessie. Dus wij hebben iets meer werk om te doen, iets meer huiswerk dan de andere broeders. Straks met een relatiesysteem hebben we in 2024 een veel betere agenda, waarbij we veel meer kunnen putten van CARICOM. Vergeet niet dat in 2019 premier Motley ook hier in Suriname was. En er is niet veel handel daarna gekomen. Dus als je huiswerk niet doet, gaat het niet automatisch komen, terwijl we zoveel te bieden, zoveel potentie hebben als land. Ja, meneer Eghorst. Soms moet je dat feestje van die Bigiari uitstellen omdat je in moeilijk vaarwater bent en zeggen 40 jaar Mibodansi. Maar laat deze 40 jaar voorbij gaan. Timtap 45 ben ik in een andere positie. Damisa hoor, een feest des nieuws dubbel. Dat hoor ik eigenlijk uit het standpunt van de VES. Hoe kijkt u puur zakelijk? Begrepen, het is... Het is leuk, mijn pres naar voorzitter voor CARICOM. Maar als u zo dat hoort van de VES, hoe kijkt u ernaar? Want u heeft dat net gezegd, de voordelen zijn ABCD. En nu? Dus ik kijk niet eens naar dat aspect van mijn pres naar voorzitter. Ja. Ik kijk puur naar wat CARICOM ons te bieden. En ik ondersteun deels wat Steven daar aangeeft. Maar nogmaals, als het gaat om werkdruk... Mijn ervaring is dat het grootste werkdruk ligt op een veel lager niveau. Suriname is niet de eerste keer voorzitter geworden. En in de andere keren waar Suriname voorzitter was van CARICOM. En dan brengen we in wat Steve zegt, misschien is toen ook niet al dat voorbereid. Investeringswetgeving, beleid gemaakt voor investeerders, voor uitnodigen van investeerders. Hoe betreden we CARICOM als land? Misschien was dat alles toen niet voorbereid. Maar nogmaals, op de werkvloer is er niet zoveel te doen als het gaat om... en je en jou als regering voorbereiden op de CARICOM-zaken... en het beleid voor wat betreft
de grote uitdagingen in het land door blijven uitvoeren. Nogmaals, ik hou geen pleidooi voor de president. Maar wat ik zeg is, je kan het, omdat op het grootste deel van het werk op een lager niveau plaatsvindt. Het zijn de mensen, de ambtenaren, de technische mensen. En nadat het werk gedaan is op die niveaus, wordt het dan uiteindelijk opgetild naar het hoger niveau en daar worden de besluiten genomen. Maar zij knippen de lintjes. Maar geloof me, het grootste deel van het werk wordt op een lager niveau gedaan. En natuurlijk begrijpen we dat er een capaciteits... We hebben een capaciteitsprobleem. Wij maken het elke dag mee in het monitoren van de uitvoering. Dat heel wat zaken langzamer gaan vanwege capaciteit. Heel wat zaken misschien minder gaan vanwege capaciteit. En als je uit die weinige capaciteit ook nog wat deskundigheid weghaalt, hoe dan? Nogmaals, meneer Teller, en ik bagatelliseer Caricom niet, maar het is te doen. Het is te doen. Toch even een voorbeeld, want laat ik het direct toelichten. De voedselprijzen gaan veranderen. Het zal pijnlijk zijn voor het Surinaams volk, maar zeer waarschijnlijk ook voor Caricom. De situatie verschilt sterk tussen Suriname en Guyana en de eilanden. We gaan ons als blok moeten voorbereiden op een mogelijke schaarste van wat we dagelijks eten. En dan praat ik niet eens over de semi-luxe, want wat is tegenwoordig luxe? Dus je moet een nationale strategie, je moet je gaan voorbereiden, want dit gaat heel 2022 kunnen duren, misschien nog langer. Het is een hele ellende en heel veel huiswerk om met alle landen die zitten in het Caribisch gebied, Belize zit in Midden-Amerika, na te gaan denken van hoe zal onze gezamenlijke strategie zijn. Want je gaat je moeten verdiepen in hun karakteristieken om tot een gezamenlijk antwoord te komen. Hoe meer landen bij elkaar zijn, hoe beter je wel een oplossing hebt. Maar sommige dingen kan je voor jezelf beter becijferen omdat we onze eigen kenmerken kennen. Dus gezien de situatie nu maar 2022... en alles wat afkomt op de hele wereld, waarvan Caricom, Suriname, Guyana een onderdeel is. De challenge zal zodanig zijn, laten we eerst ons huiswerk doen en goed voorbereid zijn. En vandaag tot dag weten van, dit heb ik nodig, de groep om te ondersteunen is groter geworden. De bedrijven hebben zien deze en deze goederen niet meer naar Suriname komen. Hoe kan ik hierop inspelen? De gezondheidszorg heeft nu mijn aandacht nodig vanwege... Ik weet niet precies wat uit die regio zou moeten komen. Dus het thuis aanwezig zijn op dit moment lijkt mij belangrijker. Daar zou ik de prioriteit aan geven. Ja, Patrick. Dat werk, dat has to go on. Hè. Kijk wat de heer Ibi Pasha daar zegt, dat, daar werkt men aan. Dat is ongoing. Je krijgt nu een belangrijke kans na wat ik net noemde, na 2 jaar COVID. Dat je internationaal kunt profileren, hè, want als voorzitter van een handelsblok. Maar belangrijk is, hè, kijk, we moeten niet onderschatten wat voor impact COVID gehad heeft natuurlijk op landen. En ik denk dat als je kijkt naar inter-Caricom trade, hè, als je naar matrixje kijkt, naar, als je landen tegen elkaar afzet, dan zie je dat er heel veel ruimte is voor inter-Caricom trade. Weer, ik geloof heel sterk om te kijken naar de praktijk. Kijk nu naar de Benelux. De Benelux zit in de EU. Maar er is heel veel trade tussen de Benelux, want je handelt met buren. Caricom gaat nu een tijdje door. Ik denk dat als Suriname het voorzitterschap heeft, dan kun je, er zijn nu al afspraken gemaakt met betrekking tot het aanzwengelen van industriële productie. Als je bezig bent met zo'n nationale strategie, ja, het is leuk, begrijp ik, als misschien vers econoom in Suriname, maar let's just think a bit broader. Ik denk dan liever na over een markt van 18 miljoen mensen. Right? Dat huiswerk gaan we moeten doen. En als je dan dat stukje industriële productie kunt opzetten voor zo'n grotere markt en die intercommunitaire trade een boost kunt geven, dan zie ik heel veel kansen voor onze ondernemers. En we moeten één ding niet onderschatten, meneer Teller. We hebben heel veel goede ondernemers in Suriname. Ze zijn helaas gehit door het vernietigend beleid wat we gezien hebben. En hopelijk door de stabilisatie nu en het aantrekken van de economie, dat er kansen komen. En met wie treed je het meest? Met je buren. Dus
Dat zie je ook tussen de US en Canada. Je ziet tussen de US en Mexico. Dus het zou commercieel niet echt slim zijn om nu te skippen. Halen we het wel, meneer Jetou? En ik begrijp wat u zegt, maar ik vergelijk het even met de discussie over local content. We kijken naar die oliesector en plotseling zie je discussies beginnen. En iedereen die praat over local content zegt, we zijn jaren achter, we moesten dit al lang hebben gedaan, want olie komt en we zijn niet ready. Die discussie zijn we voeren. Zijn okay. We wel, halen we het, want u zegt, geeft een heel mooi voorbeeld, u zegt, als we het voorzitterschap hebben en we gaan beleid ontwikkelen voor het blok, kunnen wij onze ondernemers in Suriname, picture voor 18 miljoen, et cetera, zijn de ondernemers in Suriname ready to supply? Als je kijkt dus dat we hit by COVID. Zijn we ready om gebruik te maken van binnen zo'n kort termijn van die grote markt? En echt daadwerkelijk er succesvol uit te komen? Ja, dus de eerste stap, heer Telgt, is dat je dus op government-to-government level regelt. En daar schort het aan. Als je dus ook kijkt naar de chronologisch, naar de, zeg maar de acties, de geschiedenis van de CARICOM. Er is toen weer een update geweest van Chagarama's verdrag. En daarna eigenlijk is er status quo. En ik denk dat juist door COVID ook zij zijn wakker geschud. En nu natuurlijk met het hele gebeuren Rusland en Oekraïne. Dat het echt belangrijk is dat je meer gaat integreren als blok. En zoals Karel ook al zei, kijk, cultureel past het beter. Kijk, Suriname is een blip in de wereld. Really. Kijk, als Saramang we zijn geweldig. Maar in de big scheme of things met een 2,5 miljard GDP... je bent een blip in de wereld. Kijk, als je 80 miljard GDP voorzitter bent, dan heb je iets meer. Je bent nog steeds een blip, hè? Want handelsblokken zijn biljoenen in de wereld. Maar je kunt, ik zou zeggen, let's take it easy. Government-to-government agreements om bijvoorbeeld die industriële productie op gang te krijgen. Je moet ergens beginnen. En als je het serieus wil aanpakken, ja, dan zit je in de driver's seat en dan ga je moeten pushen. Ja, ik hoop, ik kom bij u. Ik hoop natuurlijk dat het bedrijfsleven, maar alle sectoren, alle partners, alle mensen die luisteren naar dit programma, want ik hoor wat u zegt. Het zou wel heel erg pijnlijk zijn wanneer die president voorzitter is en met een groot blok, zo'n groot GDP als blok, gaat handelen misschien met andere blokken en mogelijkheden creëert. En dat we zien dat die mogelijkheden naar een Trinidad gaan, et cetera, gewoon omdat wij lamlendig met elkaar bezig zijn. Ja. Ik wil even een voorbeeld aanhalen. Mag ik hem even kort? Heel kort, het is de afgelopen 10 jaren al 3 keer gebeurd dat Suriname voorzitter is geweest. Ik proef een beetje negativiteit. Kijk, we hebben heel veel voordelen te halen in Barbados. Maar ook Barbuda is er geweest. Premiers van 2 heel belangrijke landen zijn naar Suriname geweest. Maar wat hebben we concreet in 2 jaar kunnen brengen naar hun? Zelf onze bananen brengen naar Barbados, waar we gegarandeerd weten dat ze afzet vinden. Dus bedrijven produceren en staan klaar voor haar agro-ondernemingen. Wij moeten nu gaan nadenken hoe wij onze producten daar krijgen, waar we waarschijnlijk een heel goede prijs krijgen. Dus we moeten een vaste verbinding gaan organiseren tussen Suriname en de eilanden. Want de band die we hebben met Guyana is de enige vaste landgrens. Zo net werd een Europees voorbeeld te geven, maar het verschilt een klein beetje. Behalve de heel goede handelsband die Suriname heeft met Guyana, hebben we een technische uitdaging. Hoe overzee, rekening houden met een moeilijk land als Trinidad, onze producten brengen bij een willing Barbados, een willing Jamaica. Het is ons namelijk in de afgelopen maanden niet gelukt omdat er een logistieke kwestie is die we maar niet oplossen. We hebben een scheepsverbinding dedicated nodig, een luchtverbinding dedicated nodig. En als die lange termijn op gang is, dan worden onze spullen allemaal goedkoper. Dus laten we dat nu uitrollen. Anders gaat het straks de 4e keer zijn in 12 jaar dat we voorzitter zijn, zonder dat het Surinaams bedrijfsleven er baat bij heeft kunnen hebben. Dus onze bedrijven produceren zijn ready voor een semi, een markt die net een beetje meer kwaliteit heeft dan Suriname om het te bedienen. Maar Steven ondersteunend, en daar kom ik weer op wat ik daarnet zei. Is het dan niet zaak dat wij een bottom-up benadering hebben, dat terwijl deze zaken gaande zijn,
dat wij ervoor zorgen dat we een voorhoederrol hebben daar waar we de agenda kunnen bepalen, zodat wij onze zaken die wij in orde moeten maken op agenda kunnen krijgen. Want als we steeds maar zitten en voor ons laten beslissen van wat er gaat gebeuren, vanwege het feit dat we niet gezien worden binnen de CARICOM, wordt over onze hoofden heen, wordt er beleid gemaakt en worden de zaken gedaan. We komen er nooit. Dus precies vanwege dit wat Steven aanhaalt, van al dit soort zaken moeten geregeld worden voor Suriname, voordat we CARICOM, kunnen we daar in die voorhoederrol de agenda bepalen, helpen bepalen en op de agenda zetten dit soort zaken. Waarom kan onze dokse vlees niet verhandeld worden, niet op Trinidad komen? Laat die president daar als voorzitter met zijn handen op tafel slaan en zeggen, maar het gaat nu wel gebeuren. Ja. En als er bottlenecks zijn, wil ik dat die bottlenecks opgelost worden. Dus wat we moeten proberen te doen, is die agenda, die binnenlandse agenda, die nationale agenda, zodanig naar een hoger level brengen. Dat grote delen van die nationale agenda, regionale agenda worden. Ja. En dan moet je daar zitten om dat te kunnen doen. En ik haalde daar net aan, een voorbeeld. Twee belangrijke voorbeelden waar ik dat heb gezien. Mevrouw Mia Motley zit ook hard binnen een aanpassingsprogramma. Maar mevrouw Mia Motley is op elke regionale vergadering, heeft zij het hoogste woord. Neem de lead in de hele CARICOM. En wat doet mevrouw Mia Motley? De nationale agenda brengt zij naar het regionaal niveau. En ze krijgen er zaken gedaan. We praten binnen IMF nu over een RST, een Resilient and Sustainability Trust. Een van de grootste trekkers is geweest, mevrouw Mia Motley. En die Resilience and Sustainability Trust, landen kunnen alleen voor een aanmerking komen als ze al in een aanpassingsprogramma zitten. Mevrouw Mia Motley zit in een aanpassingsprogramma. Ze was bezig haar eigen. Precies. Ja. En ze heeft het gedaan, gekregen. Er komt straks geld voor. Wij zitten nu in een aanpassingsprogramma met het IMF. Wij kunnen straks ook mee profiteren. Maar het ontstaan ervan is vanuit een nationaal agenda. Maar als ik in een aanpassingsprogramma zit en er komt een COVID op me af. Want vanwege dat heeft ze het gedaan. Ja. Er komt een COVID op me af. Er komt een Oekraïne-crisis op me af. Dat programma raakt gedereeld. Want de middelen die ik ter beschikking heb binnen zijn dat programma, langer dan niet voldoende meer. Ze gaan niet voldoende meer zijn. Er ontstaat weer een financieringsschade. Ja. Buiten beleid om, buiten wat ook om, ontstaat er een financieringsgat die ik moet dichten. Van waar heb ik dat? Het zal Suriname zo meteen ook het overkomen. Het kan ons overkomen. Ja, die rest is er. Ja, dus ze heeft gezegd, luister nou, als ik alleen in dat programma zit, zorg ervoor dat er een optopping kan komen. Ja. Vanwege een ander instrument. Ja. En ze heeft aan de wieg gestaan van dat instrument. Ja. Ze was daar. Ja. Want als ze op de achtergrond was, als ze niet daar was, zou over haar hoofd besloten worden. Waarschijnlijk hebben we gezegd, dat is een belangrijke topic is global warming. You know, dat gaat ons allemaal collectief raken. Dus en nogmaals, voor de CARICOM, ik pleit ervoor en ik ben aan beide kanten. Yeah. We gaan het parallel moeten doen. En het zijn voornamelijk de mensen. We gaan het parallel moeten doen in de zin van dat terwijl we daar leiding geven, dat binnenland we ervoor zorgen dat we onze agenda, onze nationale agenda, alignen met die regionale agenda. En ervoor zorgen dat heel wat van onze nationale bottlenecks, die op een regionaal niveau voornamelijk spelen, op de agenda komen. Dat die op de agenda komen en dat we ervoor vechten. Ja, maar dat is al vast. En het is ook niet unsurprising, hè? Als je dus kijkt naar intercommunitaire trade, is Barbados het hoogst. Ik haal de twee agrovoorbeelden aan. De trekker van agrobusiness in CARICOM is nu Guyana. Dus binnen het maken van je huiswerk ben je soms wel afhankelijk van broeders. Gelukkig is het een broeder die grenst aan Suriname, met soms dezelfde overeenkomsten. Dus willen we onze business ontwikkelen, gaan we uiteraard niet alleen maar met onze eigen agenda bezig kunnen zijn. Het enige is van, er is een situatie die zich kan voordoen dat je afgeleid wordt. En dat heeft dus de concerns van de VES. Maar ik zeg van, voer het uit. We hebben handel nodig, we hebben handelsblok nodig, we hebben eigenlijk ook Zuid-Amerika nodig. Maar laten we sterk hebben wat ons investeringsbeleid is. Weet u, vanaf dat Suriname onafhankelijk is, want iedereen heeft een andere anekdote waarom we niet ontwikkeld zijn geworden.
Omdat we hebben, ondanks dat we jaarplannen en meerjarenplannen hebben, we hebben namelijk nooit een investeringsbeleid gehad. Als een Surinaamse minister ergens gaat, ik ga even een stad noemen, Dubai, kan je niet exact zeggen, of Amsterdam, niet exact zeggen van ik heb je hiervoor nodig. Ik wil geen mensen hebben die hout kappen. Ik wil geen mensen hebben die goud zoeken met kwik. Ik wil mensen hebben die een duurzame toerismebranche beginnen in het binnenland met de Loebrug en dat soort dingen. Dus als wij het niet concreet weten, ga je die ondernemer niet kunnen krijgen. Je krijgt daarom alleen maar loesje investeerders die focussen op die mijnbouw, die op dit moment geld oplevert, maar ten koste van al die dingen. Dus we moeten echt, dit is het huiswerk wat de Surinamers moeten meenemen. Laten we zo snel mogelijk weten wat we van dit land willen maken. En dan kan je gaan naar elk internationaal forum en dan ga je dingen. Ja, meneer Egot zegt, greep het aan, parallel. Maar doe het parallel. Dat hoor parallel. Ik u ook nu zeggen. Is dat bijstelling van standpunt? Je kan niet wachten. Je kan niet zeggen, ik doe dit eerst. Is dat als het aanpassingsprogramma? In het verleden hebben we altijd gezegd, we stabiliseren eerst en dan gaan we groeien. Die mensen die elke dag armer worden en pijn hebben, kunnen daarop niet wachten. Die stabilisatie brengt automatisch pijn. Ja. Tegelijkertijd moet je maatregelen doorvoeren. Die gaan zorgen voor groei, zodat die koek groter wordt, zodat zij ook meer krijgen. We kunnen niet eerst zeggen, regeringen in het verleden hebben het gedaan. En na de stabilisatie zaten al hun kassen en al hun kluizen vol geld. Ja. En ze verliezen een verkiezing. Omdat terwijl ze blijven stabiliseren, het arme volk verpaupert. Ja, dus doe het parallel. In dit geval ook, doe het parallel. Terwijl wij daar bezig zijn. En dat kan. Terwijl we bezig zijn. Intern. Het investeringsbeleid op poten te zetten. En ik ben het helemaal eens met Steven. Zijn wij daar ook bezig. Het op de agenda te plaatsen. Ja. Heren, maar die boodschap kan zoveel beter in 2024. Ja, maar heren, ik heb nog 2-3... belangrijke vraag. En ik kijk naar de tijd. Ik denk dat de heren gewoon de licht gaan uitdoen. Zo met die programma van 45 minuten duurt dat langer dan een uur. Maar ik wil dit toch nog even. Want terwijl we, en u heeft het net over mevrouw Modley gehad. Terwijl we uitvoeren een programma dat gebaseerd is op een situatie die we hebben aangetroffen in het land. Er zijn exercities gedaan, COVID is meegenomen, et cetera. Dat is gepresenteerd in een herstelplan. Komt er een totaal onverwachte situatie? Rusland doet gek en uiteindelijk. Ik hoor u zeggen, meneer Jetou, aan de ene kant, want we zijn een land exporterend, commodities, goud, olie. Daar gaan we ook nog met die crisis een beetje succes in hebben. Terwijl we dat zeggen, luistert het volk en dan hoor je de berichten al volgende week gaat olie omhoog vanwege die crisis. Economen aan tafel. Is er ergens misschien, en dan vaar ik een beetje op hetgeen dat meneer Egot zegt, we hebben gekeken van we kunnen niet alles op het volk. Want er zijn nog een aantal maatregelen, en dat wil ik zo meteen de vraag stellen, er zijn nog een aantal maatregelen, nog voor deze oorlog, die moeten komen. Is er ergens gedacht aan het compenseren van wat we vanwege die oorlog meer gaan verdienen met hetgeen dat vanwege die oorlog het volk ongepland plotseling meer gaat betalen aan de pomp met als spin-off effect de prijzen in de winkels. Is er daaraan gedacht? Kijkt u, het gaat er natuurlijk van afhangen. Kijk, de doorwerking op de prijzen aan de pomp, dat ga je nu wel wat merken. Het gaat er van afhangen hoe lang deze oorlog duurt. Kijk, als het inderdaad een protracted, langdurige oorlog is, dan blijven prijzen hoog. Ik denk dat je wel kunt. Kijk, daar moet je eerst een uitspraak over doen. Eén ding is een feit. We zijn nu door deze move van Rusland. En waarschijnlijk hebben ze toch een soort oké gekregen van China om het te mogen doen. Is er sprake van een nieuwe koude oorlog. Dat is een realiteit. Duitsland heeft na de Tweede Wereldoorlog gezegd van goed, voorlopig roken we de vredespijp. Die gaan nu voor 100 miljard euro in de wapenindustrie stoppen. Dus we gaan een koude oorlogperiode in. Dat betekent wel dat fossiele brandstoffen
toch wel hoog zullen blijven. De gemiddelde prijzen, kijk, als je kijkt naar de vele analisten, dan ging je gemiddeld uit van rond de $70, 60, 70 long term. Want laten we niet vergeten, er is een overschot aan olie. Hè? Dus als je kijkt naar vraag en aanbod op de wereldmarkt, dan is er een overschot. En OPEC heeft de productie teruglopen brengen. De Amerikanen zijn aan het nadenken om Rusland af te snijden. Dus ik denk wel dat die olieprijs langer elevated, hè, zoals we het zeggen, gaat blijven. Dat gaat wel betekenen dat staatsolie meer kan verdienen. En hopelijk, en ik denk dat de regering niet leidzaam zal toezien om zeg maar mensen te compenseren. Maar ik geloof niet dat het goed is om naar objectsubsidie te gaan. Dat het veel belangrijker is om te kijken van wie heeft het echt nodig. Ja, maar die concrete vraag, want je zit al met een gegeven, ja, dat de regering bezig is, een sociaal vangnet, een vangnet, maar ook te gaan naar subjectsubsidie. Kijk even naar wie heeft het daadwerkelijk nodig, et cetera. Dit komt onverwachts. On top, ja. Eigenlijk moet ik zeggen, brengt ook dat heel sociaal programma van die regering in de war. De pot die bestemd is voor sociale zaken, et cetera, is bij lange na niet genoeg. Plotseling als volgend week de olieprijs met al die spin-off, et cetera. Is het niet makkelijk? En dan, ik ben geen econoom, dus heel simplistisch misschien. Gelukkig niet. Ja toch, heel simplistisch bekeken. Is het niet minder, en natuurlijk, u zegt hoe lang duren, we weten het niet. Is het niet makkelijker? Dan stel ik die vraag, ik denk dat velen met die vraag zitten zo. Staatsolie gaat plotseling meer verdienen, blijkbaar meer storten in de kas. Kunnen we dit stukje niet, ik weet niet voor hoe lang, anders aanpakken dan het gewoon afwentelen op, het was niet verwacht, afwentelen op het volk? En dat gaat concreet. En dat gaat ook gebeuren. Okay. Dat gaat ook gebeuren. Alleen moet je er direct bij vermelden dat de impact zoals die nu in kaart gebracht wordt, veel groter zal zijn dan de extra bijdrage die staatsolie kan leveren. Ja. Dus je zal ook vanuit de fiscale kant, je zal ook vanuit andere maatregelen ervoor moeten zorgen dat je die importinflatie, zoals we het noemen, kan mitigeren, het effect ervan kan mitigeren voor die samenleving. Kijk, het is de lastigste soort inflatie waarmee je als econoom te maken wil krijgen. Omdat je bijna aan handen en voeten gebonden bent, vooral in een kleine open economie, sterk afhankelijk van het buitenland. Ja. Ben je bijna aan handen en voeten gebonden voor wat betreft maatregelen. Vooral als het plotseling zo onverwachts komt. Absoluut. Ja. Kijk, grote landen hebben buffers waaruit ze kunnen putten om bijvoorbeeld voor beperkte perioden te subsidiëren, zware subsidies te doen. Wij zitten in een programma waarbij we juist die buffers moeten opbouwen. Dus die fiscale ruimte is er niet echt om zwaar te subsidiëren. Je zal natuurlijk maatregelen moeten treffen om prijzen betaalbaar te houden, vooral eerste levensbehoeften. Je zal ook met mensen moeten zitten, mensen moeten praten. En ik pleit voor een uitgebreide communicatiecampagne. Mensen aware maken, die awareness van wat op ons afkomt. En hoe we naar alternatieven binnenlands kunnen zoeken. Ten aanzien van voeding, ten aanzien van andere zaken. Onze landbouwsector, daar enorm veel aandacht aan gaan besteden. Van hoe zij kunnen inspelen op de tekorten die misschien kunnen ontstaan. Dus naast de meer opbrengsten uit olie zal je toch veel meer moeten doen. Het is niet een gewoon simpele compensatie aan de pomp. Nee, ja. Nee. Goed, ik ben blij dat het antwoord zo is gekomen. Ja, daar op dat antwoord wacht ik. Meneer Hugo Blanker van de Kool, we zijn live, stel de vraag, dus ik ga de vraag stellen. Bevestigt heer Eghorts dat ambtenarenpensioen feitelijk een van de grootste schuldeisers jegens de staat is? Deze schuld is opgebouwd door opeenvolgende regeringen. Is deze schuld in het financieel plaatje doorgerekend? Vraag 1. En 2 is, welke effecten kan een adequaat functionerend ambtenarenfonds hebben op micro-economische perspectieven voor de solvabiliteit van landsdienaren?
De eerste vraag. Want ja, kijk, ik weet niet zoveel over pensioenfonds. Ik weet wel dat de overheid enorm... Shani gebruikte het woordje depleten. Dat er enorm veel is getrokken uit pensioenfonds. En dat pensioenfonds bij lange na niet voldoende fondsen heeft om gepensioneerden een goed pensioen te garanderen op langere termijn. Wat ik wel kan zeggen is dat op een hoger abstractieniveau binnen dat programma er wordt gekeken naar alle tekorten van die overheid en alle schulden van die overheid. Binnenlandse, buitenlandse schulden. Dus ook? Ja. En dat binnen dat programma middels financiering die overheid de capaciteit gegeven gaat worden. Want daar gaat het om. Het is niet dat die overheid dat geld krijgt en dat geld kan uitdelen. Wat er gebeurt is dat die overheid dat geld komt. De overheid dat geld zorgt voor dekking van een bepaalde activiteit die de overheid zelf zou moeten doen. Maar dat die overheid dan ruimte krijgt om de andere dingen te doen. En daarin is die overheid niet vrij. Om te zeggen van oké, ik heb nu een vrije money, dus ik ga doen wat ik wil. Nee, dat is het binnen dat programma direct weer richtlijnen van ja. Met die vrije money moet je dit en dit moet je doen. Dit doen. Ja. Dat doen. Dit dichten. Dat gaat dichten. En dan komt dat sociaal vangnet, waar de IFI's, dus de grote financiële instellingen, enorm veel aandacht voor hebben van luister. Er zijn twee belangrijke speerpunten binnen dat programma. Sociale sectoren. Infrastructuur. Je hebt gezonde, slimme mensen nodig. En je hebt een motor nodig voor economische activiteit. Die twee dingen heb je nodig om uit de economische crisis te komen. Dus waar je ook snijdt, bij die twee dingen ga je meer geld in moeten stoppen. Ja, maar ook het IMF, want een van de dingen, en heel tot slot hoor, echt, ik moet eruit. Laat maar zeggen, het imago dat gecreëerd is, en dat is door de politiek gedaan, waar je staat. Want deze regering zegt, IMF, dit is een film, als ze er niet eens mee zijn, die oppositie. En dan wanneer ze coalitie zijn geworden, dan zegt die oppositie nu, van dit is een film, IMF, een sap ding. Maar behoort IMF ook tot de organisaties die zegt van nou, om uit het dal te komen, één moet je herstructurering van je instituten, regelgeving, et cetera, niet alleen ammonie, maar ook infrastructuur en luister, het kan niet zo zijn dat alles maar dit is voor zo, je moet je sociale. Behoort IMF ook, heeft IMF ook een sociaal gezicht? Gelukkig is dat gaandeweg ontwikkeld geworden. Okay. Want dat adagium van wat dit de ENA film is niet onwaar. We kennen de geschiedenis van het IMF. Ook het IMF is geëvolueerd. En natuurlijk moeten we het IMF met een vergrootglas blijven volgen. Laat maar even helemaal gaan naar het begin. Toen ik werd gevraagd om als hoofdonderhandelaar op te treden. Ik heb aan de twee ministers die me vroegen. De eerste vraag die ik stelde, en ze zullen waarschijnlijk hebben nagedacht, hebben gezegd van maar, deze vrijpostige kerel, hoe vraagt hij aan twee ministers of ze serieus zijn? Ik heb het niet zomaar gevraagd, omdat ik weet dat wanneer je terechtkomt bij het IMF, je eigenlijk de slechtste van de klas bent. Je hebt het zo bond gemaakt, ja. Dat men eigenlijk even zegt van luister, met jou valt er geen land te bezeilen. Ja. IMF, take care of him. Dus het is, je wenst het geen enkel land toe. Ook Suriname. Ja. Suriname vooral niet. Het is ons land, ja. Suriname vooral niet. Ja, maar Karel, laat ik met een positieve noot. Er komt nu 4 miljard SRD in 2022. We hebben een crisis. Maar de regering heeft hard ingezet. En IMF heeft agreed. Ja. Dus er komt echt dus heel duidelijk naar AOW, kinderbijslag, sociaal zwakkere, gehandicapten. Er is echt een absoluut humaan gezicht aan het beleid. Dus dat zijn de vier conventionele instrumenten hoor. Maar er wordt ook gekeken naar niet meer. Dus dat er meer wordt gegeven dan aan die vier
conventionele instrumenten, dus ook naar zaken zoals busvervoer, voor kinderen uit maar laten we vooral niet vergeten dat er ook... U mag het laatste woord, want it looked like productie. We picked on you, so go ahead. dat ook geld reserveren voor productie, want we gaan het moeten voor die naslaan. Dus ik vind het heel belangrijk, want je kan geen programma uitvoeren zonder volk. Dus hou het volk in stand, de mensen die op de rand zijn en de mensen die al daaronder zijn. En vergeet niet, nog meer mensen zullen daaronder komen. Dus laten we ons goed daarvan bewust zijn als Surinamers. Maar belangrijker ook, die extra inkomsten die staat mogelijkerwijs nu zal krijgen voor de rest van het jaar, begin het opzij te zetten, want we moeten investeren in de productie. Het Surinaams, laat ik liever zeggen, bedrijven in Suriname kunnen dragen. Er zijn vele jaren geweest waarbij het onzeker was of mensen moesten investeren en hebben daardoor niet gedaan. Dit is het moment dat die overheid kan wijzen als eerste met een nieuwe investeringswet waar de zaken voor de huidige, voor de lokale investeerders worden bepleit. En als tweede met een programma voor KMO's, een paar dagen teruggevallen, een beetje vaag van allemaal, maar ook voor alle Surinaamse bedrijven, de micro, de middenstands en de grote, van waar kunnen ze terecht voor goedkoop krediet, onder welke condities en welke sectoren. Dus ik kom weer terug op het investeringsbeleid, want zonder productie, zonder investeren, gaan we niet eruit komen. Absoluut. En het is goed als we, als we olie en aardgas vinden, maar ze zijn niet duurzaam. Wij moeten sectoren hebben van Suriname, gedragen door Surinaamse bedrijven, die jaren mee zullen gaan. Een terugvertaling hebben naar het onderwijs, een heel goede terugkoppeling naar gezondheidszorg, zodat we een welstand kunnen halen. Ja, maar meneer Debi Persaat, even tot slot. Kijk, tuurlijk, the government is broke. Hè? We zitten nu op 125% zonder olie en gas, pas in 2035. Dus wat de VES zou moeten doen, is duidelijk. Op zoek gaan naar equity capital. U moet uw mannen, uw troepen mobiliseren om het bedrijfsleven te helpen. En CARICOM voorzitterschap gaat enorm helpen daarmee. Ja, daar gaan de twee nog na het programma over praten. Hoe meneer Debi Persaat zijn troepen mobiliseert. Uiteindelijk bent u ook deel van zijn troepen. U bent ook econoom. Absoluut. Een van ze is al gemobiliseerd. Misschien meneer Eghorst ook. Dan zijn er nog een paar te mobiliseren. We gaan eruit voor deze aflevering van het programma To The Point. Het is een lange aflevering geworden. Ik heb veel geleerd. Veel is duidelijker voor uw presentator. Ik hoop dat we erin geslaagd zijn om zaken die door middel van een vraag misschien gesteld zijn, of een opmerking, een appje, dat die zaken iets duidelijker zijn voor u. Want uiteindelijk, zoals eigenlijk alle drie gasten dat hebben gezegd, de mensen aan die onderkant van die samenleving, die voelen het. En die moeten begrijpen wat ze voelen, waarom ze het voelen. En uiteindelijk voor hoe lang ze het nog zullen voelen. Want het is makkelijk om te zeggen, er is licht aan het eind van de tunnel. Maar ja, dan moet je uiteindelijk het licht zien te bereiken. En daarom is er een sociaal programma, dat hebben de mensen mij verteld hier aan tafel. Want uiteindelijk, als die mensen dood zijn, zullen we het einde van die tunnel niet halen. Uiteindelijk moeten we het met het licht aan het eind van de tunnel die ontwikkeling gaan brengen. We hopen dat het regeringen, want als meneer Jetu zegt pas in 2030, hopen we dat het regeringen lukt het pad van ontwikkeling te blijven voortzetten. Want niet alleen deze regering zal het kunnen doen. We gaan eruit voor deze aflevering van het programma To The Point. Goedenavond.